Op de A50 ter hoogte van Veghel is in de nacht van dinsdag op woensdag een bestelbus. De bestuurder reed met zijn bestelauto door nog onbekende oorzaak tegen de midden van. Je kwam daardoor op de zijkant op de linker rijstrook te liggen. Korps van Sint-Oederode werd opgeroepen dat ze bekneld zou zijn geraakt. Voordat zij echter op de plaats van het ongeval arriveerde, was het slachtoffer al uit het voertuig gekropen. Met opruimwerkzaamheden zijn beide banen richting Ude geweest voor verkeer.